Welkom bij een nieuwe Til aan tafel. Er komen interessante onderwerpen voorbij. We gaan alles horen over de nieuwe streekmusical Liefde in de Betuwe. Mijn kritische vrienden komen uiteraard weer aanschuiven. Maar ik begin het gesprek met Anissa Hardouche. En jij bent van vrijwilligersteunpunt Tiel. Ja. En we hebben jou al vaker gesproken. Dat klopt. Maar jij bent hier met een speciale missie. Je gaat iets vertellen over die prijs die uitgereikt gaat worden. Nou, dat klopt. Ik kom mensen oproepen om vrijwilligers voor te dragen voor de Meer dan Handen Vrijwilligersprijs die dit jaar voor de derde keer wordt georganiseerd. Een Meer dan Handen Vrijwilligersprijs. Ja. En dat is dat zijn drie prijzen. Dit jaar ga ik drie categorieën prijzen voor drie categorieën geven. En categorie zorg en welzijn, maatschappij, cultuur en natuur en categorie sport. Oké. Ja. En dat is dus voor alle vrijwilligers die actief zijn in hier in Tiel. Precies. En hoe kunnen die vrijwilligers in aanmerking komen? Ja, iedereen eigenlijk, daarom kom ik hier eigenlijk. Ik wil iedereen oproepen in Tiel. Om te kijken naar zijn omgeving. Als hij gewoon vrijwilligers kent, als hij vrijwilligersorganisaties kent, burgerinitiatieven, vrijwilligers die iets heel bijzonders doen in de omgeving, in zijn omgeving of haar omgeving. Die kunnen een voordracht doen door middel van een formulier. Die kunnen ze downloaden op onze website van Mosaïek Welzijnsdiensten op de pagina van het vrijwilligersteunpunt. Of ze kunnen gewoon binnenlopen bij Mosaïek aan de Hertog Karelaan 140-142. Ja, en dat is misschien voor een hele hoop mensen wel makkelijker. Precies. Dat ze zeggen van, joh, mijn buurman is dag en nacht aan het werk voor. Ja, precies. En dan, die verdient gewoon in het zonnetje gezet te worden. Ik vind dat alle vrijwilligers één voor één bijzonder zijn en ze verdienen allemaal in het zonnetje gezet te worden en gewaardeerd te worden. Dus, en ik denk dat wij allemaal iemand kennen die zo hard zijn best doet voor niks, zeg maar. Op vrijwillige basis. Ja, ik denk dat onze maatschappij volledig kapot zou gaan. Zou gaan zonder vrijwilligers, inderdaad. Ja. Ze zijn de bouwstenen van onze maatschappij. Klopt. Zonder hun kunnen heel veel organisaties hun deuren sluiten. Ja, Is het vorig jaar voor de tweede keer georganiseerd? Precies. Hoe is dat verlopen? Hoe is dat gegaan? Het was geweldig en het was ook hartverwarmend en heel bijzonder. Het waren echt stuk voor stuk, iedereen die voorgedragen was stuk voor stuk heel bijzonder. Er waren mensen die 30 jaar vrijwilligerswerk deden. Mensen die op verschillende fronten vrijwilligerswerk doen. Dus ik vond dat iedereen die voorgedragen was, die prijs verdiende. Maar toch, je moet een keuze maken. Ja, het was geweldig. En wie beslist daarover? Wie maakt die keuze uiteindelijk? Ik heb een hele deskundige jury. Vorig jaar was het mevrouw Ans van Dukesnooy. Zij is raadslid van de gemeente Tiel. Ja. En meneer Henk Bolt van Rabobank, van deze regio. En de heer, de wethouder Henk Driessen, die heeft ook vrijwilligers onder zijn portefeuille. En ze hebben al die aanmeldingen kritisch bekeken. Ja, ze hebben een beetje gecheckt zijn gedaan. Precies, ze hebben gewoon alles meegekregen. Twee weken lang hebben ze de kans gehad om te kijken naar wie het hardste de prijs verdient. Dus, en dan daarna hebben ze bij elkaar gezeten. En zij hebben de keuzes gemaakt. Ja, en dus nu over drie categorieën verdeeld? Precies. Dus er wordt drie keer zo'n prijs uitgereikt? Ja. Ja. En tot wanneer hebben mensen de kans om die brief of dat loopje naar ja, precies, naar mij, naar het steunpunt? Tot 8 december. Tot 8 december mogen ze mensen voordragen. Dus, en het liefst natuurlijk met een goede motivatie. Heel graag. Er zijn ook een aantal voorwaarden. Die kunnen ze ook op die formulieren zien. Waar eigenlijk een activiteit of een project, een vrijwilligersproject of wat dan ook aan moet voldoen. En dan kunnen ze gewoon vrijwilligers opgeven. Ik roep echt iedereen om te kijken in zijn omgeving. Stuur die brief of download het formulier en vul hem in. Ja, en kom langs of mail hem of stuur hem via de post. Doe dat graag voor de vrijwilligers, want ze verdienen
om in het zonnetje gezet te worden. Ja, en daar hebben ze tot 8 december de tijd voor. Ja. En wanneer is al bekend wanneer het plaats gaat vinden? Het is in januari, maar de precieze dag is nog niet helemaal bekend. Maar het is in januari, want ik wil de tijd geven om dat zoveel mogelijk vrijwilligers opgegeven of voorgedragen worden. Ja, nou, ja. Ze hebben eventjes de tijd nu. Ja. En ze weten nu ook waarom ze het moeten doen. Dat precies. Heb jij heel erg goed uitgelegd. Dank je wel. En heel veel succes. Ik hoop dat je heel veel aanmeldingen gaat krijgen. Ik hoop het ook. En dat er dan een hele goede keuze gemaakt gaat worden. Dat zeker. Ja. Dat zeker. Hartstikke bedankt. Ja, dat ik hier mocht zijn. Bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Liefde in de Betuwe is de nieuwe streekmusical die 19 december in de Agnietenhof gebracht gaat worden. Ik heb hier 3 mensen van de cast. Jeffrey Boonstra, Anouk Strijker en Dylan Magielsen. Welkom. Ja. Ik wil toch heel eventjes terug naar hoe dit ontstaan is. Want het idee was dat Stalure de nieuwe streekmusical zou gaan brengen. Ja, dat klopt. Maar er is wat gebeurd, Jeffrey. Ja, er is op een gegeven moment is Stalure in zee gegaan met een nieuw creatief team. Die kwam uit Houten, Event to Move. Daar zijn we mee van start gegaan na audities in september 2014. Zijn er 35 mensen uit voortgekomen die dus vol moed begonnen in januari aan de nieuwe productie. Gaandeweg de repetities bleek de helft van de cast eigenlijk niet te snappen. En die vond het een beetje moeilijk om zelf ook nog inbreng te moeten leveren aan het stuk. Dus het was niet alleen maar kant-en-klare repetities, nee, en scripts? Je moest nog improviseren en dat zou dan aangevuld worden met improvisaties en dergelijke. Maar daar zou uiteindelijk een stuk uitkomen. De grove lijnen waren bekend, het verhaal was ook heel duidelijk. Maar de invulling moest nog komen en dat was voor sommigen niet de bedoeling van een meedoen aan een productie. Ja, dus daarom hebben zij gekozen om ermee te stoppen. Ja. En toen heeft Stalure gezegd van, met zo'n kleine kast, de leegloop van de kast, dat is niet van deze tijd en musicals ook niet meer zo. Dus, musicals zijn niet meer van deze tijd? Nee, dat was wel een beetje de boodschap die erachter zat. En de kast had geen motivatie, dus daarom stopten ze maar mee met de productie. Ja. Dat is heel triest. Anouk, jij was ook heel erg actief en blij in die productie. Ja, nou, wij waren het dus ook niet mee eens dat het ging stoppen. Dus een paar van onze castleden en het creatieve team heeft gezegd van, jongens, we gaan gewoon lekker door. We gaan gewoon lekker door. We gaan een doorstart maken. En dat is niet makkelijk. Nee, ik wil zeggen, dan ben je met een clubje acteurs. Mm-hmm. En dan? Ja, en dan kwam het dus op een gegeven moment dat de creatief leider van Event to Move, die heeft een eigen stichting, zeg maar, het is Band Event. Die zei van, nee, ik vind het zonde om het stuk en mijn werk, wat het alle composities gemaakt van de nummers en de teksten geschreven daarvan, om die in de kast te leggen en er niks mee te doen. En toen heeft hij aan Walter Post gevraagd, die het stuk geschreven heeft, van, mag ik hem doorstarten? En toen heeft Walter Post gezegd van, natuurlijk, omdat als het jou lukt, dan moet je dat zeker doen. Ja. Ja. En Dylan, jij was ook een van die mensen die overbleef. Het waren minder dan 20, ja? Ja, minder dan 20. Toen wilden we gewoon zelf een nieuwe doorstart maken. Uiteindelijk zijn we nu met 13 mensen overgebleven. 13 mensen, maar met 13 mensen een musical maken? Ja, dat hadden wij zelf ook. Dus daarom is het Popcorn Blossom is erbij gevraagd. Kijk. Om extra versterking te geven met de zang. En er is een dansgroep bijgekomen uit Culemborg. Die ook extra dans en meer opvulling gaat geven. Oh, oké, nou dat niet alleen. Want nu staan jullie dus met een hele hoop mensen op dat hele podium. Mensen, ja. Een stuk of 70 mensen. Oh, dat wordt wel heel indrukwekkend. Ja. En hoeveel voorstellingen komen er? 1. 1? Ja, in de Agnietenhof. Dat is wel heel erg leuk. Natuurlijk is dat niet zo dat na die voorstelling dat we zeggen we stoppen ermee. Volgend jaar hebben we ook de plannen om het in de regio te gaan presenteren. En dat gaat over de reunie van de Sociëteit Medua in Meteren. Dus we gaan in Meteren het ook laten zien. Oké. Ik ben wel heel erg benieuwd. Jullie hebben natuurlijk allemaal je eigen rol. Maar mag ik jullie verleiden tot een stukje zang? Kunnen we wel proberen. Ja. Zullen we een duetje maken? Ja, we maken een duetje. Oh, ja. Nou. De grote vragen, de grote staal, het grote kruispunt, de vijandschap. De mooie tijden, jouw mooie haar,
warme herinnering die ik bewaar. Oeh, ah. Wauw. Nou, weet je, als mensen nou niet komen, dan snap ik het echt niet meer. 19 december moet natuurlijk gewoon nokkie vol zitten. Hoe gaat het met de kaartverkoop? We zijn vandaag gestart met de kaartverkoop. Oké. Dus we kunnen nu bij het Adliedhof reserveren. Nu gewoon inderdaad heel snel gaan regelen. De eerste rang gaat als eerste uit. Dus als je het wie het eerste haalt, wie het eerste maalt. Dus zet hem op. Ik zou kaarten gaan bestellen. Ja, absoluut. Nou, jullie nog heel veel succes met die laatste fase van de repetities. En ga knallen de 19e. Dankjewel. Dank jullie wel. Inmiddels zijn aangeschoven mijn kritische vrienden Ber van Buren en Adrie Meijer. En we gaan het hebben over social media. Kun je werkelijk alles wat je vindt posten, op Facebook zetten, twitteren, gewoon laten weten? Wat vinden jullie ervan? Want er gebeurt natuurlijk heel veel, hè, op dit gebied. Ja, er gebeurt eigenlijk veel te veel. Ik heb laatst, ik geloof gisteren, kreeg ik iets te zien op Facebook. En dat ging over de site van de heer Wilders. Daar stonden uitdrukkingen op, verwensingen naar vluchtelingen toe. Dat ging van, was Hitler nog maar hier? En ze hadden de gaskamers nooit af moeten schaffen. En dergelijke kreten, die worden dus ook gebruikt op Facebook. Dat vind ik een ongelooflijke slechte zaak. Ik snap trouwens ook niet dat dit gewoon de revue kan passeren. Want dit zou onmiddellijk afgekapt moeten worden door Facebook. Een filter. Ja, bijvoorbeeld, maar ik weet ook niet hoe ze dat doen, daar heb ik niet zoveel kennis over, maar ze kunnen weigeren dingen te plaatsen. Hè? Maar wat dan met wat betreft de vrijheid van meningsuiting? Ja, maar vrijheid van meningsuiting heeft ook grenzen. Ja, natuurlijk is dat zo. Je kunt niet zomaar zeggen van al die vluchtelingen, die moeten zomaar in één keer weg. Dat zijn hulpbehoevende mensen, we hebben het daar in de laatste keer eens over gehad. Ik heb die oplossing niet. Maar Wilders ook niet. Wilders is altijd de man met cretologie, maar komt nooit met een oplossing. Nee, dat klopt. Nee, maar dat is Wilders niet de enige. Maar er zijn natuurlijk heel veel aanhangers die dus van alles zomaar overal op posten. Ja, jawel. Maar kijk, we hebben het nu over Facebook. Maar je kan het ook hebben over, neem de privé of de story of de party. Waar ook artikelen in staan die niet geverifieerd zijn. Er wordt zomaar wat geschreven ter meerdere glorie vaak van de journalist. Er zijn ook artiesten die ik ook ken wel, maar daar zal ik de naam niet van noemen, die zelf de redactie van die bladen opbellen om erin te komen. Om in de belangstelling te komen. Om in de belangstelling te komen, publiciteit is alles. Ja. Ook negatieve publiciteit is publiciteit. Ja, klopt. Maar dat is nog redelijk onschuldig dan, hè? Ja, maar dat hoeft niet onschuldig te zijn. Als je dat vergelijkt met die harde woordenwisselingen die worden gepost over bijvoorbeeld inderdaad die vluchtelingen. Ja, maar dat is, als jij als medium dat accepteert en gewoon accepteert dat je net mag schrijven wat je zelf wilt, alleen maar om zelf belangrijk te zijn. Of, ja, maar, jawel, maar weet je, kijk, ze schrijven ook dingen van de ex van Rafael van der Vaart. Ja. Of moet ik zeggen, geen ex, want ik weet het ook aflevering niet. Aflevering 59 precies, komt vanavond. Die is in verwachting schijnbaar, of die is niet in verwachting. Maar weet je wat het nou is? Al die achterlijke dingen worden op ons losgelaten. Ja. Ik ben er niet in geïnteresseerd, maar ik kan me niet voorstellen dat er wel iemand in geïnteresseerd is. Nou, echt wel, want dat wordt dus gewoon echt vet verkocht. Ja, maar jij bent een vrouw. Ben jij erin geïnteresseerd dan? Nee. Maar goed, ondanks dat je vrouw bent, dat heeft niks met je interesses te maken. Je kunt, wat interesseert mij dat nou, of dat mens zwanger is, of dat ze een draagmoeder hebben? Mijn vrouw kijkt er toevallig wel naar. Maar, ja, ik weet niet of ze zeer echt met vrouwen te maken heeft, hoor. Die dat soort blaadjes lezen. Volgens mij zitten er net zoveel mannen aan. Ik ken geen mannen die de privé kopen. Ik ken ook persoonlijk geen vrouwen die ze kopen. Dus, maar ze worden wel verkocht. Dat is ik ken ze wel. Ik ken wel van die mannen.
Nou, die kopen het privé bij de Albert Heijn. Maar die schuiven hem dan onder de boodschap en die roepen dat hij voor zijn schoonmoeder is of zo. Ja, dat is makkelijk zat, maar dan gaat hij zelf in zitten lezen. Ik weet dat. Nee, maar moet het allemaal mogen? Moet het kunnen? Mag dit? Ik vind dat dingen heel erg te ver gaan. Ik vond ook dat die foto van dat jongetje op het strand, dat verdronken jongetje, dat het een immense... Boekbeeld. Hij is boekbeeld geworden. Een ongelofelijke, schaamteloze actie is dat. Maar het is natuurlijk wel echt. Het is wel echt gebeurd. Ja, maar moeten wij dat zien? Moeten wij dat zien? Ja, dat is de kwaliteit. Wij hoeven dat niet te zien, mijn mening. Dat heeft wel een hoop emoties opgeroepen. Ook om verstandiger om te gaan met vluchtelingen. Ja, maar goed, maar als je niet verstandig omgaat met een vluchteling, dan heb je al geen verstand. Naar mijn mening. Nee, daar ben ik helemaal met je eens. Alleen, dat moet je dan maar tegen Wilders zeggen. Ja, oké, maar je hebt het alsmaar over die Wilders. Maar er zijn nog andere idioten, hoor, die ook in aanmerking komen om... om geschoffeerd te worden, zeg maar. Ja, die zijn er uiteraard ook. Maar wat zou nou eigenlijk moeten? Moet er iemand die toezicht houdt op wat er gepubliceerd wordt? Moet dat in het leven geroepen worden? Nee, want dan ga je weer de code verbreken. Hè, van, dan ga je weer de verantwoordelijkheid ergens neerleggen waar die eigenlijk niet hoort. Want die hoort bij de mensen zelf. Ja, ja dat en is ook daar zo. Daar gaat ja. het dus scheef. Ja. Dat kan niet anders met je eens zijn. Zo, dat maar, is de eerste keer. Ja, maar goed, ik bouw me het recht voor om te vertellen hoe ik erover denk. Dat mag, ik ook. Dankjewel, ik vind dat begin je steeds aardiger te vinden. Maar, mannen wel kritisch blijven, hè? Maar het is natuurlijk wel zo, dat door dat gedonder allemaal met dat geschrijf heen en weer schrijven en wel eens niet eens mensen tegen elkaar opzetten, wat de regering trouwens ook driftiger meedoet. Ja, die vinden dat een leuke hobby. Maar er is geen enkele journalist die het nalaat om negatief te schrijven, om dingen dus fout te laten lopen in de bevolking, om ze tegen elkaar op te zetten, noem ze allemaal maar op. Journalisten? Dan gaat geen zee te hoog, eigenlijk. Ja, dus eigenlijk moeten mensen gewoon even wat beter nadenken voordat ze iets op Facebook of wat dan ook, welk medium ook zetten. Ja, maar ze moeten niet alleen hun eigen mening verkondigen zoals hun die zien. Nee, maar ik vind dat die verantwoordelijkheid puur bij mensen zelf ligt. Dat bedoel ik. Dus meer nadenken voordat je iets schrijft. Voordat je iets roept. Jawel, maar je kan natuurlijk ook het vuur aansteken. Hè? Opstoken bedoel ik. Ja, maar goed, daar zijn journalisten enorme experts in. Ja, en kijk, en dat zou ik nou eigenlijk een beetje uit willen bannen. Want we hebben al genoeg van die achterlijke idioten lopen hier in Nederland. Dus jij zegt eigenlijk, die redactie van een krant zou zulke dingen eigenlijk niet goed moeten keuren. Die zou dat niet moeten willen plaatsen. Ja, daar ben ik wel van mening, ja. Ja, daar ben ik het nu met jou eens. Okay. Kijk, want dat heeft ook niet te maken Ik vind het een heel mooi moment om zo in vrede af te sluiten met elkaar. Ja, dat mag. Ja. Ja, want we zijn het eens. Ja. Ik vind het hartstikke mooi. Een mooi moment om af te sluiten dus. Ik zie u graag volgende week weer bij een nieuwe Tiel aan tafel.